Peerke Donders ligt onder vuur, jazeker. De pater die door veel Tilburgers als een heilige wordt vereerd omdat hij zo'n goed werk deed voor de Melaatsen in Suriname. Maar er klinken de laatste tijd ook andere geluiden. Want hoe stond Peerke eigenlijk tegenover slavernij? Er zijn zelfs mensen die vinden dat zijn standbeeld in de stad weg moet. Dit is dat standbeeld van Peerke Donders bij het Wilhelminapark. En Kenneth Cuvalet van de politieke partij Jobuntu Connected Front vindt het een walgelijk beeld. Het feit dat die man, een Afrikaanse man, daar op zijn knie zo heeft en neerbuigend op die man kijkt, alsof die man hulpeloos is om te beginnen. Alsof die man geen weerstand heeft, alsof die man geen kracht heeft. Alsof zij niks van betekenis zijn met hun eigen cultuur. De stichting Peerke Donders vindt het vreselijk dat hun Peerke in een kwaad daglicht wordt gezet. Ze zijn juist nu bij het Peerke Donders paviljoen in Tilburg een uitspraak van Peerke aan het ophangen, waarin hij zich uitspreekt tegen de slavernij. Oh, had men hier zoveel zorg voor het behoud en welzijn der slaven, als men in Europa voor de lastdieren heeft, dan zou het er beter uitzien. Ongelukkig zij die zich met het zweet en bloed verrijken van die arme slaven, die geen verdedigers vinden dan God. Maar voor Cuvalet staat ook Peerke Donders voor de witte overheersing over zwarte slaven. Het beeld doet hem zelfs denken aan de gruwelijke manier waarop George Floyd in Amerika om het leven kwam. Ja, omdat de man daar met zijn hand op zijn hoofd en als hij dus de knie in de nek en de hoofdgebied van onze Afrikaanse George Floyd die vermoord werd, is precies eenzelfde vergelijking, zie ik daarin. Wat Peerke doet, is een mens waar hij zich over wil ontfermen, zegenen. Als je dat gaat vergelijken met een knie in een nek, dan heb je er echt helemaal niets van gesnapt. Wat doet het met u dat er nu op deze manier over Peerke wordt gepraat? Ik vind het heel triest. We zouden trots op hem moeten zijn. En de meeste Tilburgers, het grootste deel van Tilburgers, is ook trots op Peerke. Die zijn hele leven heeft besteed om de mensen daar naar zijn best te kunnen te helpen.